Dag iedereen! Oh, dankjewel voor die lovende woorden, Silva. Schrijversgroep, alvast gefeliciteerd. Ik ben heel blij dat Schrijversgroep bestaat. Omdat, wel, het levert best wel veel culturele waarde aan onze samenleving. Want als Schrijversgroep er niet was, wat was er dan? Wat zou er wel zijn? Dingen die te maken hebben met schrijven, dichten en ja, deze Tories bijvoorbeeld van Sombra of van Rappa. Dus ik ben heel blij dat Schrijversgroep bestaat. Dus omdat we vandaag Schrijversgroep herdenken, zeg maar, ben ik echt teruggegaan in mijn folders. En vandaag had ik echt ook een emotionele dag voor mezelf, toen ik hele oude gedichten van mezelf tegenkwam. En dit is een gedicht van 2013, dat is bijna 10 jaar terug, zeg maar. En het doet me wel pijn dat de woorden hiervan nog steeds vandaag relevant zijn. Maar zo gaat het met poëzie. Het is een beetje tijdloos, zegt men ook wel. Dit heet massanationalisme. Rubber tegen zand, eelt tegen zand. Een klein aantal, voorwaarts, voorwaarts, de rest aan een kant. Hoog en duidelijk, woorden spreken tegen. Dit is het begin, al is het niet veel. We stemmen voor het leven. Het vuurtje wakkert aan, rubber tegen steen, eelt tegen steen. De rest sluit aan, nu is het één geheel. Woorden spreken tegen voor een gebouw. Hart van het land, van democratie. En horen zult gij daarbinnen. Ik weet niet wie allemaal bekend is met mijn dichtmateriaal, zeg maar ik hou van schrijven over Suriname. En helaas gaat het nog steeds niet goed met Suriname. En ik dacht vorig jaar aan, oké, wat kan ik schrijven over Suriname? En ik heb echt gewoon dagenlang achter pen en papier gezeten, gehuild, mezelf gekeken in de spiegel, naar de krantenkoppen gekeken, echt alles. En toen dacht ik van, weet je wat? Wat maakt mij een Surinamer? En daarover gaat het volgende gedicht. Wat maakt mij een Surinamer? Is het als ik ben geboren in dit land, aan deze grond ben verpand, vol groen en vruchtbaarheid, bomen, soelas die stromen, felle septemberzon zo meteen op onze huid, elk jaar, keer op keer bij elk regenachtig weer. Het lijkt op december. Ben ik een Surinamer als ik alle woorden ken van opokondrimang, un oppo, onvertaald in mijn hoofd, begrijp van sopetata komopo, ben ik een Surinamer? Als ik zal vechten voor onze vrijheid, zeg ja. Daartoe ben ik bereid. Ligt het misschien aan wat ik doe voor het land, als ik bijdraag aan de vooruitgang in mijn hart weet? Ik heb een plan. Een plan dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van Suriname. En Suriname. Moet dat de definitie zijn van een Surinamer? Want diep in mijn hart weet ik, nergens is zo fijn als hier. Andere plekken zijn leuk voor even, maar voor de echte lange termijn? Nergens als 597. Maar ik weet, dit land? Niet perfect. Geschillen zelf op en over onze onafhankelijkheid, focus op verscheidenheid, je vraagt je af. Worden wij ooit wel een echte eenheid? Je weet wel toch waar we over praten. Eenheid. Dat ligt aan ons. Het omarmen van elke overeenkomst. Samenwerken aan een gouden toekomst. Met wederzijds respect voor elkaars afkomst. Dat ligt aan ons.
echt helemaal alleen aan ons. Dankjewel. Ja, dus hartelijk dank Schrijversgroep voor het bestaan. Ik hoop in de toekomst. Op dit moment ben ik nog niet zo daadkrachtig, maar, en ik probeer mijn bijdrage te leveren op kleine manieren door die flyers. Maar in de toekomst hoop ik een grotere bijdrage te leveren. En als er jongeren zijn in de zaal, laten we echt werken aan een beter Suriname. En laten wij niet in de stroom, in de fouten, in de verkeerde voetstappen treden van de oudere mensen, zeg maar. Laten we samen beslissen wat goed is voor Suriname. Ja. Dit land, we kunnen echt veel. Dankjewel.